Ja, dan mag je ineens aantreden. Ja, nou, voor het eerst dit seizoen, dus is mooi. Is voor jou een verrassing, want afgelopen week geraakte Lelieveld al uit het veld en dan valt Hettinga in. Hou je dan rekening dat jij dan aan die rechterkant gaat spelen? Nou ja, niet meteen, maar ik heb er wel eens gespeeld, dus ik wist wel dat ik dat wel kan. En, maar ja, dat was enigszins misschien wel een verrassing dat ik dat de voorkeur kreeg. Want je bent eigenlijk een middenvelder, toch? Ik ben van origine een middenvelder, ja. Hoe is het dan om bij Go Ahead mee te draaien dit seizoen? Hè? Want ze draaien als een tierenlier, staan bovenaan. Maar er wordt heel weinig gewisseld. Ik kan me voorstellen dat je op de bank zit en denkt van... Ja, dat is soms best wel lastig. En natuurlijk, als het goed gaat, is er ook weinig reden om te wisselen. Maar er staan, ik denk, alle jongens die op de bank zitten, staan wel te popelen om erin te komen. Maar soms moet je genoegen nemen met een plek op de bank als het zo goed gaat. En dan is het toch wel lekker als er een keer een schorsing of een kaart of een blessure, dat je dan toch kan laten zien wat je kan. Dat is wel mooi. Ja, want je moet er eigenlijk altijd klaar voor zijn. Maar dat moment, je weet nooit wanneer dat komt natuurlijk. Nee, nou ja, je moet eigenlijk elke keer klaar zijn. Maar het moment, dat weet je niet van tevoren wanneer dat kan komen. Nee. Hoe bevalt het hier in Deventer? Goed. Ja, ik ben wat later erbij gekomen. En ik ben eigenlijk goed opgevangen. Er is een mooie sfeer binnen de groep, met de staf en de fysio's. Heel familiair. Dus dat vind ik prettig. Je kwam er vrij laat bij en dat komt denk ik ook omdat je Stegeman vrij goed kent. En nog even contact met hem hebt gezocht. Hoe is dat precies gegaan? Ja, ik was eigenlijk na mijn periode bij Heracles was ik transfervrij en was ik op zoek naar een club. En dat ging wat moeizaam. En toen heb ik de hoofdtrainer gevraagd of ik kon meetrainen om mijn conditie op peil te houden. Dat is toen afgesproken om dat 2 weken te doen. En na die 2 weken had ik nog steeds niks concreets. Ik had wel wat in Duitsland. Maar ik wilde eigenlijk het liefst niet naar het buitenland nog. En toen is mij gevraagd of ik toch wel misschien wilde blijven. En toen heb ik daarover nagedacht en eigenlijk niet eens zo heel lang over nagedacht. Want die 2 weken dat ik hier was, of iets langer dan denk ik nog, voelde zo goed dat ik dacht van ja, weet je, ik wil je zeker wel voetballen. Dus. Ja. En nu mag je dan ook je eerste minuten gaan maken. Dan kan ik me voorstellen dat jij gebrand bent op deze wedstrijd, dat jij hier al de hele week naar uitkijkt. Ja, ik hoorde het gisteren na de training, of voor de training. Dus sindsdien is het eigenlijk... Ja, heb ik eigenlijk wel zin in om te spelen morgen. Dus ik kan maar voor mij genoeg niet vroeg genoeg beginnen. Ik zie ook echt die glimlach. Ja, ik heb er wel heel veel zin in, ja, morgen. Ja. Want je speelt ook omdat je met name ook die bagage hebt als middenvelder. Want tegen OS gaat het heel lastig worden. De minst gepasseerde ploegen in de eerste divisie. Zakken terug, zegt de trainer dan. Dus we hebben Achbal Jan nodig. Ja, nou, ze staan niks voor niks zo hoog in de competitie. Ze krijgen weinig goals tegen. Ze spelen heel compact. En als het goed is, gaan de backs bij ons wat ruimte krijgen. En van daaruit moeten we aan het voetballen zien te komen. En moeten we ze eigenlijk proberen kapot te spelen. Er wordt veel naar jullie gekeken, hè, nu. Zeker naar die overwinning afgelopen week bij Twente. De kranten beginnen hier over jullie te schrijven. De landelijke media zijn hier ook al. Hoe leeft dat in de groep? Ja, nou ja, we hebben er eigenlijk niet zo heel veel last van, denk ik. Ik bedoel, je merkt wel dat je wat meer aandacht krijgt dan normaal. Er is altijd wel een cameraatje erbij. En, maar goed, ik denk dat we er wel goed mee omgaan. En, we staan nou bovenaan, dus dat is iets wat je meekrijgt, omdat je bovenaan staat. Maar ik bedoel, je moet elke wedstrijd weer vol gaan en proberen dat we elke wedstrijd weer komen. Ja. Dat je bovenaan blijft staan. Iedereen wil nou eigenlijk van je winnen, dus dat is wel lastig. Ja, jullie zijn de prooien waarop gejaagd wordt. Staan jullie na morgenavond ook nog bovenaan? Ik denk dat wij naar morgen nog steeds bovenaan staan. Als wij met z'n allen doen waar wij goed in zijn en geconcentreerd beginnen aan de wedstrijd, dan staan wij morgen nog steeds bovenaan. Veel succes en veel plezier ook. Ja, dankjewel.